allemaal. Goedenavond. Live vanuit het Forum in Groningen is dit de prijsuitreiking van de beste Groninger film 2019. Welkom allemaal. Er werden dit jaar 40 films met een Groninger link ingezonden. Daaruit zijn 15 genomineerde films geselecteerd. De genomineerden in de categorieën fictie, non-fictie, videoclip en opdrachtfilm... die maken kans op een huurtegoed van 1000 euro bij de Cinemedia Groep. En dan de genomineerden van de OogTV Talent Award. Zij maken kans op een prijs van 500 euro. Tussen die prijsuitreikingen door praat ik met gasten uit de filmwereld. Maar voor we beginnen denk ik dat het goed is om degene voor te stellen... die ervoor zorgen dat er vanavond mensen met een prijs naar huis gaan. De jury van dit jaar. En die bestond dit jaar uit Fraukje van Wengerden, filmregisseur en documentairemaker. Lex Vesseur, filmmaker en meervoudig beste Groninger filmwinnaar. Melger Hilman, regisseur. En juryvoorzitter is Marcella van der Spoel. Zij is teammanager School voor Kunst en Multimedia van het Noorderpoort. En Marcella, kom maar even bij. Ja, Marcella, jullie hebben de hele dag overlegd wie de winnaar zouden worden. Wat kun je zeggen over dit jaar? Wat voor jaar was het? Het was een heel gevarieerd jaar in elk geval. We vonden het heel uiteenlopend wat we gezien hebben. Van animatie tot documentaire tot videoclip, dat is een aparte categorie. Ook zeker lastig, omdat het per categorie ook inderdaad erg divers was... waar we tussen moesten kiezen. Het was soms een beetje appel in het ei of appel in de... Wat is het? Appel in de kip? Peer, of peer, appel in de peer, ja, vergelijken met zo elkaar. Zo verschillend was het dus, ja. Ja. Maar we zijn eruit gekomen. Dus, we hopen dat we een hele goede... We denken dat we een hele goede keuze hebben gemaakt. Ja. Ja. En dan is het... Ja, dat is een beetje een flauwe vraag misschien. Maar voelde je nog de Groninger link? Hebben jullie die ook als jury goed kunnen voelen? Ja, absoluut. Die zat in, soms letterlijk in films. En soms omdat de makers uit Groningen kwamen... of een hele goede link hadden met Groningen. Dus die zat er zeker in. Ook wel een stukje problematiek zijn we tegengekomen... die wij hier natuurlijk kennen in Groningen, ja. Rondom de aardbevingen. Dus het was wel in die zin actueel ook. Ja. Vond u het, was het fijn om te doen? Hebben jullie het goed gedaan als jury met elkaar? Ja, we dachten natuurlijk in het begin dat we ontzettend veel tijd hadden. Ging ook fantastisch. We dachten van, we zijn er al uit. En dat waren we ook. Maar toen moesten we de rapporten nog schrijven. Dat vind ik wel goed om even te benoemen. Want iedereen denkt, kijken... En dan praten, maar dan moeten er dus nog wel 15 rapporten worden geschreven. En dat doen jullie ook allemaal, dus daar even een groot applaus voor. Ja. Goed, de awards die staan hier achter me om uitgereikt te worden. Ja. Dus ik denk, laten we beginnen. Ja. Laten we beginnen. En de categorie waar we mee gaan beginnen, dat is beste videoclip. En de genomineerden voor beste videoclip zijn... Blanks, Let's Get Lost van Natalia Boorsma. Zwinder tot de burger door Bert Alberts. Als die keer zijn luid ontdopen in de laatste kringel smoke, droog ik Peter Berre en zing van onder de dood. Ja.
Roosmarijn Inside Out door Hetta Saccolati. Juryvoorzitter Marcella van der Spoel zal de winnaar bekendmaken. Marcella. Ja, Blanks. Een speels vormgegeven videoclip bij een vrolijk liedje. Goed concept en een mooie styling. De luchtigheid van het liedje wordt ondersteund door het enthousiasme en vrolijkheid van de zanger in de verschillende tv-programma's. Swinder, tot een Murgen, moet ik zeggen, denk ik. Een romantische clip die bijna als een commercial aandoet met hoge production value. De zachte kleurtonen versterken het trage vibe van het liedje en de beeldtaal. En als laatste, Roosmarijn, Inside Out. Een mooi gedraaide clip waarbinnen een mooie synergie tussen de song en het beeld plaats heeft, waarbinnen de montage een heel belangrijk aandeel heeft. Er is gebruik gemaakt van een aantal clichématige filmische elementen, maar deze zijn hier zeker functioneel. En de winnaar is Roosmarijn met Inside Out. Ja. Dat is de clip gemaakt door Hetta Saccolati. Zij kon hier vanavond niet aanwezig zijn, maar we hadden een voorziend oog. Dus er is al een filmpje gemaakt. Hallo allemaal. Helaas kan ik er vanavond niet bij zijn, want ik zit in Deventer. Hartstikke bedankt. Ik had dit nooit verwacht. Het is een ontzettende eer. Dus dank jullie wel. Ik wil Bert Albert ook bedanken, want hij heeft mij zoveel geholpen in de afgelopen jaar. Dat ik geloof, zonder Bert had ik hier ook nooit kunnen staan. Dus thanks Bert. Ik wens jullie allemaal een super fijne avond. Veel plezier, have fun. En ik zie jullie de volgende keer misschien. Doei! Nou, ja. Bert, mag ik jou dan vragen om de award voor haar in ontvangst te nemen? En natuurlijk, behalve de award, de prijs. Ja. Ja. Nou, gefeliciteerd dan bij deze. Ja. En heel even, ze bedankt jou expliciet. Maar jij was dus ook genomineerd voor de beste videoclip. Heb je wat, want ze zegt, ik had dit niet zonder jou gedaan. Ik heb Hetta heel geholpen met de montage en ook de productie van, van deze clip. Trouwens, Hetta heeft mij ook geholpen met de edit van Swinder. Dus het is een beetje een klikje aan het worden, volgens mij. Maar nee, Hetta heeft heel goed gedaan. Ik ben enorm trots op haar. Oké, dus dit voelt toch ook een beetje als een gedeelde prijs? Ja, ik neem zeker 25% in beslag. Ja, heel goed, heel goed. Oké. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Heel goed. Gefeliciteerd. Dankjewel. Voordat we verder gaan met de categorie opdrachtfilm, wil ik graag filmmaker en jurylid Melger Heelman uitnodigen. Ja, dat mag gewoon geklapt worden. Dat gaat toch wel. Melger, kom iets dichterbij, want kan ik erbij. Laten we even beginnen met de Groninger Link. Want ik denk dat een van je meest bekende Groningse projecten was Een dag uit 1000 dromen. In 2012 in Groningen geregisseerd. Wat was dat ook alweer? Nou, ik weet niet of het zo bekend is dat iedereen het kent. Maar het was een project vanuit OogTV en het Noorderpoort College. Om zoveel mogelijk studenten van het Noorderpoort College ook echt praktijkervaring op te laten doen. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben een serie geschreven met participatie van mensen uit de Korenwegwijk. Ja. En de heads waren gewoon professionals en alles eromheen was student. Dus daar hebben we een serie mee gemaakt van 6 afleveringen. Ja, fantastisch. Laten we even een stukje kijken. Oké. Als je dit nou terugziet, dat lijkt me een hartstikke leuk project. Ja, het was ook heel erg leuk. Want het leuke was van het concept was dat het eigenlijk een dag
uit het leven was van al die mensen. En elke aflevering was vanuit een bepaald perspectief gedraaid. En je kwam dus gaandeweg de serie, kwam je ook erachter waarom bepaalde dingen gingen zoals ze gingen. Omdat je zeg maar in aflevering 1 rolde de sinaasappelen door de korre weg heen. En in aflevering 4 vond iemand een sinaasappel. Zo. Weet je wel? Dus het zat een beetje in elkaar verweven. Wat heeft dit te maken van die serie? Heeft die nog iets speciaals voor jou betekend? Heeft het er iets opgeleverd, zou je dat kunnen zeggen? Nou, naast dat het een hele leuke tijd was en een leuke serie heeft opgeleverd... Niet in die zin of zo. Nee, dan leerzaam. Ik zag ook een aantal mensen hier. Bijvoorbeeld die cameraman, die heeft nog een deel van de montage gedaan... op Van Noorderpoort en die staat al, weet je wel. Precies. Dus die mensen zijn allemaal wel doorgegroeid. Dat is wel leuk. We hebben hier vanavond ook de categorie opdrachtfilms. Doe jij dat ook veel? Je maakt films in opdracht voor Philips, Shell, Nuon, Achmea... Ik dacht, als je dat doet, in hoeverre kan je als maker je eigen hand daarin kwijt? Nou ja, kijk, opdrachtfilms is natuurlijk... Het mooie van opdrachtfilms is dat er wel sowieso vaak budget is. Dus dat is heel fijn. Ja. Dus dat je net even iets meer kan doen. Dat je dus wel die dolly mee kan nemen of een mooi shot kan maken. Maar je hebt altijd te maken met een opdrachtgever die... die altijd heel erg specifieke dingen in die film willen hebben... waar je als filmmaker af en toe niet heel erg mee eens bent. Nee. En daar heb je dan wel mee te maken. Dus dan moet je dat weer creatief op gaan lossen... om dat weer op een mooie manier te doen. Ja. Want je wilt altijd wel mooi en creatief. Dus daar zit je vaak wel in. Maar krijg je daar ook handigheid in? Want er zitten hier veel makers die daar misschien ook mee te maken hebben... met dit soort dingen. Heb je daar een bepaalde handigheid in... om toch je eigen stempel op dat soort dingen te doen? Nou, je moet het vertrouwen zien te winnen van de opdrachtgever... dat jij weet waar je mee bezig bent. Dus zij willen hun boodschap doen, maar jij bent de expert op filmgebied... om te zeggen, hoe ga je dat dan in beeld brengen? Dus ik denk dat als je dat vertrouwen hebt, dan kun je best wel ver gaan. Ja. En af en toe is het ook heel handig, want het zijn vaak van die communicatieadviseurs... of communicatiemensen, die dan heel goed weten van, we moeten deze boodschap... Dan zeg je, ja, maar dat is saai. Dat gaat mensen niet pikken, dan gaan zeppers weg. Dus wees daar wel gewoon hard in en zeg van, ja, ik ben hier de expert daarin. Ik weet ik denk dat dat niet gaat werken misschien. En dan is daar vaak wel wat aan te doen. Dus dat is mijn ervaring. Heb je ook als jurylid op een bepaalde manier naar deze films gekeken... bij het beoordelen? Bepaalde dingen gelet? Op het gebied van opdrachtfilms? Ja, precies. Ja, nou, ik vond het soms heel moeilijk om te zien wie nou de opdrachtgever was. En ik weet niet of dat nou goed is of juist niet. En dat viel me wel op. Dat ik denk van, oké, is dit dan een opdrachtfilm? Maar voor wat dan? En dat, ik denk achteraf dat juist heel goed is. Okay. Dus ik wil niet te veel weggeven, maar... Ja, ik denk, nou ja, mooi moment om te gaan kijken naar de categorie. Dank je wel. Dank je wel. Dus tijd voor die categorie opdrachtfilm. En de genomineerden in de categorie beste opdrachtfilm zijn... Carol's Road to Wonderland door Frank Boxman. Een animatie in opdracht van ondernemer Karel Emk, gemaakt om mensen te stimuleren buiten hun bubbel te kijken. Suppose one of your friends comes back home after a long journey. He tells a crazy story about a whole other world outside the fishbowl you live in. Your first response might be to call your friend crazy. After all, the things your friend described to you are impossible. But there is a blind spot in your thinking. And this blind spot is that you judge from your fishbowl, your reality. Moreover, you are missing out on the experience your crazy friend had. Ready, Set, Rock and Roll door Alex Pitstra en Koen de Koning. In opdracht van Jetstream gemaakte documentaire waarin wordt teruggekeken op de allereerste livestream ter wereld vanuit Groningen. 1994. Here in Simplon. This is where the magic happened. This is why we produce our very first live stream ever. In Groningen? Actually in the world, as far as we know. Who was the band? I don't know. How do you not know? We were focused on the live stream. By 1994, Simplon had become a true mothership. A place where music attracted creativity of all sorts and shapes. But nobody could yet foresee the digital tidal wave that was coming over the horizon. And then somebody had a crazy idea, and I'm here to find out what happened. HTG, Who We Are, door Caroline van Maaswaal. Maak kennis met HTG en hun prikkelende en eigentijdse bedrijfscultuur.
what we are. We're adventurers. Curious. Eager. We innovate. Create. We are distributors. Working with international brands. Connecting the world. Together. We are HTG. En jurylid Lex Verseur zal de winnaar in deze categorie bekendmaken. Dankjewel. Carol's Road to Wonderland. Een animatie over buiten de gebaande paden durven te treden. Mooie boodschap vormgegeven met speelse en subtiliteit. Deze animatiestijl leidt echter wat onder de wat langdradige voice-over teksten. Less is more, maar het houdt de spanning niet vast tot het eind. Een ambachtelijk stukje werk. Een handgetekende animatie, iets wat we tegenwoordig nog zelden zien. Ready, Set, Rock'n'Roll. Intrigerende documentaire over de eerste livestream wereldwijd. Deze film had niet meer staan in de categorie non-fictie. Een historisch document met slim gebruik gemaakt van archiefmateriaal. En er is voldoende research gedaan om deze film een goede bodem mee te geven. De tijdgeest wordt voelbaar gemaakt, de gimmick van de op zoek naar de naam van de band vormt een leuke rode draad, evenals de drummer bumpers. De opdrachtgever is op een creatief, slimme manier in de film opgenomen. Complimenten daarvoor. Kwamen we pas heel laat achter. HTG, HTG, Who Are We? Oh, sorry, Who We Are. Goed gedraaid met Amerikaanse vibe. Het geeft blijk van een professioneel gevoel van de makers, een sterk sounddesign en een messcherpe montage. Deze commercial blinkt dan wel niet uit in de originaliteit, maar is heel vakkundig uitgevoerd. En de winnaar is Ready, Set, Rock'n'Roll, Alex Spitstra en Koen de Koning. Gefeliciteerd. Zo. En die hoort er ook bij natuurlijk. Kijk, dat is mooi als je met z'n twee bent. Even toejuichen, mooi voor de fotograaf. Ja, ik heb echt genoten van die film, ook van het tijdsbeeld. Maar ik dacht van, hoe hebben jullie hierop teruggekeken toen jullie dit zagen? Waarop? Op de tijd? Ja, gewoon op wat er gebeurde. Het was genieten. Het was genieten om zo die hele tijd weer terug te halen. Ook dankzij het werk van Regina Broesma, die ontzettend goed archiefmateriaal uit het GAVA heeft gehaald. Ik denk dat de film echt helemaal tot leven heeft gewekt. Dus het was te gek. Ja. Ja. Hebben jullie meer genoten van dus ik zou maar zeggen, de cowboy-constructie bijna, hoe hè, die livestream tot stand kwam? Of van al die bands ook, die enorme bandjescultuur hier in Groningen? Het begon bij de livestream, maar daarna die fantastische live acts, het uitgaansleven, die vibe die Groningen toen al had en misschien nog steeds wel heeft. Ja, dat maakt het superleuk. Ja, het is ook echt wel echt een wapenfeit dat van hier vanuit Groningen voor het eerst is gebeurd. Wisten jullie dat überhaupt voor jullie hier aan begonnen? Nou, ik wist wel dat er in Simplon behoorlijk werd geëxperimenteerd, inderdaad. Ook wel door mensen die ik persoonlijk kende. Ook wel vanuit Pavlov, bijvoorbeeld. Ja. Gerard Haarns, bijvoorbeeld. En ik wist ook wel dat Stef daar toen mee bezig was. Maar dat toen echt de allereerste livestream was. Was voor mij echt wel een soort een soort wonderlijk gegeven. Ja, het is wel een wapenfeit. Ja. Ja, ik kreeg ook al behoefte om het aan mijn zoon van 17 te laten zien. Van kijk, zo ging dat toen. Weet je? Dat hebben ze hier in Groningen hebben ze dat uitgevonden. Even kijken. Ja, wat ik denk ook goed is om te weten van de mensen, die willen misschien die film nog zien. Is hij te zien? Hij is natuurlijk gewoon streaming te zien op internet. Ja, dat ben je wel verplicht. Ja. 25yearsstreaming.com. Dat is eigenlijk de website die is opgezet ook om dit gegeven te vieren. Het is niet alleen een promotiefilm en daarom hebben we hem ook niet zo ingezet. Het is ook wel een film die
gaat over wat er echt in Groningen mogelijk is als je de juiste mensen bij elkaar zet en ook een beetje vrijheid geeft. Hè, de rockcultuur en de internetcultuur, dat is hier heel goed gegaan in Groningen, nog steeds. En nu jullie die vrijheid hebben om voor 1.000 euro spullen te huren, is er al een plan waar dat aan besteed gaat worden? Nee, volgens mij gaan Alex en ik maar eens om tafel zitten. Ja. Oké, nou, van harte gefeliciteerd. Dank geweldig. Dankjewel. Prachtige film. En voordat we naar de categorie non-fictie gaan, wil ik graag filmregisseur en documentaire Vrouwtje van Wengerden uitnodigen. Want Vrouwtje is niet alleen jurylid van vanavond, maar ook een van de initiatiefnemers van het documentaire festival Plons. Ja, kijk. Plons, dat lijkt me duidelijk, die Plons. Maar wat is het precies voor een festival? En het is nu de tweede keer dat het wordt georganiseerd. Waarom moest het er überhaupt komen? Ja, ik ben zelf documentairemaker en ik ben net verhuisd vanuit Randstad terug naar Friesland, waar ik ben opgegroeid. En dan kom je in een soort nieuw klimaat waar voor mijn gevoel moeilijk is om documentaires te maken, maar ook weinig publiek is, denk ik, voor documentaires. Dus ja, daar voelde ik een soort noodzaak om iets aan te doen. Ja, en hoe heb je het toen aangepakt? Mijn ouders die hebben een schip. Was dat schip wat we net in de promo zagen? Ja, ja en daarmee doen we culturele en kunstzinnige activiteiten. En dat is ook een filmzaal. En toen dacht ik, nou ja, dat is het grootste ding wat we al hebben. En zo is dat eigenlijk begonnen, dat idee. Maar goed, dan moet je het inkaderen. Want je kan gaan denken van, ik ga mooie documentaires uitzenden of laten zien. Ja. Maar het zijn korte, daar heb je al voor gekozen. Dat is, wat zijn de kaders waar we het Het zijn korte documentaires, dat zijn dan eigenlijk ook het hele kader. Iets van maximaal half uur. Ja. En, maar ze komen vanuit de hele wereld. We staan op een aantal van die platforms en dan kunnen filmmakers over de hele wereld kunnen inzenden. En we selecteren wel echt op artistieke documentaires. Dus, films met gelaagde onderwerpen en bijzondere vormen. Maar het is niet alleen om voor het publiek. Het is niet een publieksfestival, want volgens mij doen jullie ook nog een soort ontwikkelingstraject. Ja, ja, nou, dat doen we dit jaar dan voor het eerst. Dat we ook een project hebben voor filmmakers. Dus dan kunnen ze hun plan insturen en dan in het traject, het half jaar voor Plons, helpen we ze dan een korte film te maken. En dat komt eigenlijk omdat we natuurlijk, het is wel leuk om alleen maar internationale films te vertonen, maar het is ook leuk dat de lokale makers ook weer komen en hun films kunnen laten zien en beter worden, want dat is ook waar we allemaal. Maar dat betekent dus dat het nu bijna de tijd is om je daarvoor op te geven, klopt dat? Ja, als ik even reken, want in het najaar is het net gesloten. Oh, dat is net gesloten. Nou, dat kan niet meer, jongens. Jammer, ja. We hebben net de eerste drie makers geselecteerd. Maar die waren, dus die oproep, daar is wel goed aan gehoor gegeven. Ja, zeker. We hadden meer dan 20 inzendingen. Zo, dat is Dus dat is kennelijk veel animo. Nou is de charme natuurlijk dat het op dat schip is. En ja, dan moet je dus ook, je wil misschien wel steeds groter, maar ook weer niet. Hoe sta je daarin? Ja, ook weer niet. Het is ook wel een beetje de bedoeling dat het een soort film kijken op een bijzondere locatie is. En ook wel echt een locatie die uitnodigt om een soort gesprek met elkaar daarna aan te gaan over de onderwerpen waar de films over gaan. Want het zijn natuurlijk allemaal wel documentaires over echt bijzondere thema's en hedendaagse thema's. En ja, dat is ook wel de bedoeling dat je daar met elkaar over kan napraten. Ik dacht nog wel, ja, het is een schip, dus het hoeft natuurlijk niet in Leeuwarden te blijven liggen. Nee, we willen ook rondreizen. Jullie willen dat is wel waar de toekomst ligt. Nou, het leukste lijkt mij, we plakken daar dan in het half jaar daarna willen we er dan een tour omheen plakken over de plattelanden van het noorden. Dus eigenlijk niet, ik bedoel, wij doen dit dan in Friesland en Leeuwarden, maar eigenlijk het hele noorden willen we dan
dus ook Groningen, ja. Willen we dan meepakken. Maar goed, dat zijn allemaal, ja, we hebben zoveel plannen, maar we moeten het allemaal maar doen. Je kan ook daar dan weer een documentaire over als maken. Als er nog mensen zijn die willen helpen met ons organiseren. Nou, je zit hier wel met een goed, ik zou maar zeggen, een goede doelgroep. Dus wie weet. Nou, een prachtig initiatief, maar nu vooralsnog alleen in Leeuwarden en wel op 1, 2, 3 en 4 oktober. Zeg ik dat goed? Want dit was de trailer van vorig jaar, dus die datum klopt niet helemaal, maar... 1, 2, 3 en 4 oktober. Nou, dat moet onthouden zijn in Leeuwarden. Ja. Dankjewel, vrouwtje, voor deze toelichting. Maar blijf er even staan, want jij gaat ook zo de winnaar bekendmaken voor de volgende categorie. En die categorie is non-fictie. En daarvoor zijn de volgende films genomineerd. Theater Suer door Buddy Hermans en Leo Siepe. Portret van kunstenaar Patricia Suer. Al 40 jaar combineert zij theater met beeldende kunst. Een eigen planeet, Frans Haks en het Groninger Museum door Erik Blom. Ik zou het liefst een eigen planeet hebben, zei Frans Haks met enige regelmaat. En die kreeg hij, het nieuwe Groninger Museum. Dus het vieren van het leven en het vieren van de beeldende kunst. En er mochten ook dingen van tafel vallen. Het hoeft ook niet altijd perfect te zijn en dan heel veel risico. Dan moet ik nou met het museum van jou. Ach, zeg Frans, doe me lol. Laat hem 25 jaar staan en dan mag je wat mij betreft wel weer afbreken. Je verveelt je nooit, je kijkt in je ogen uit. En ik vind het bijzonder dat team daar steeds weer in slaagt om dat opnieuw tot leven, iedere keer met elke tentoonstelling weer opnieuw tot leven brengt. En dan zie je daar die Gouden Toren en dan denk je, nou ja, het is wel een wonder dat dat gebouw daar ooit gekomen is. Het museum zoals het er nu staat vind ik wel mooi eigenlijk, ja. Chroniek van Overschild, deel 1, door Saskia Jeulink. Over het natuurvrijmaken en sonderen van dit Groningse dorp midden in het aardbevingsgebied. Trek voor asiel zoeken. Helemaal goed. Het is een rijksmonument. En dat betekent dat het versterkt moet worden. Nou, het is, er is natuurlijk een mechanisme dat je denkt van, nou, het doet me allemaal niks. En, maar ook dan ineens, dan houdt het me heel erg, of eigenlijk houdt het me continu bezig, om heel eerlijk te zijn, ja. Ja. En aan jurylid vrouwtje van Wengeren de eer om de winnaar bekend te maken. Mag ik ook nog iets algemeens zeggen? Ja hoor, dat mag. Ja, over de documentaires. Ja, vind ik toch leuk, want ik ben zelf ook documentairemaker. Dus ik vind het heel leuk om als Friese documentairemaker, die ook graag in Friesland documentaires maakt, iets algemeens zeggen over dat ik onder de indruk ben van jullie onderwerpen hier. En dat ik eigenlijk denk van, nou, misschien moet ik hier ook maar wonen of zo. Want het is een soort rijkdom aan personages en onderwerpen. En dat vind ik heel tof. En wat ik dan nog mee wil geven aan de makers, is dat jullie daarin ook nog wel wat gewaagder en verder en artistieker in mogen gaan. Want ik bespeur een hele artistieke provincie hier. En dat mag ik in de documentaires nog wel iets meer terugzien. Dat even algemeen. Dan ga ik nu over naar de beschrijvingen. Theater Suer. Een dankbaar filmisch onderwerp over een markante vrouw die al 40 jaar beeldend theater maakt met intrigerende uitspraken en visies. De film bestaat uit prachtige shots die wat ons betreft wel wat langer hadden mogen laten staan. Het gebruik van archiefbeelden,
vult het totaal goed aan. Alhoewel er aan de montage wat meer aandacht geschonken had mogen worden, blijft het een aangenaam portret van theatermaker Suer. Een eigen planeet. In deze documentaire over Frans Haks en het Groninger Museum wordt een gewaagde vorm gebruikt die recht doet aan een gewaagd experiment dat het museum voor Haks was. Goede montage en camerawerk, creatieve regie en een mooi geluidsbeeld. De experimentele vorm stelt de makers soms voor keuzes die soms goed uitpakken, maar soms ook wat minder. Het is knap om de aanwezigheid van de mens Haks te voelen, terwijl hij ons al zo lang geleden ontvallen is. Een mooi portret van een eigenwijze en briljante man die Groningen bracht wat de stad nodig had. Chroniek van Overschild. Beschouwende en sfeervolle documentaire over eigenlijk de absurditeit van het echte leven. Door een heldere observatie wordt een humoristische twist gegeven, of soms een humoristische twist gegeven aan het totaal. De maker gebruikt verrassende shots die verwachtingen scheppen. Soms lijkt er wat ons betreft niet helemaal een duidelijke keuze gemaakt te zijn in wat de maker wil delen met ons. De aardbevingsproblematiek had voor ons soms wat beter voelbaar mogen worden in de verhalen van de mensen. En toch blinkt de film wel uit voor het oog, in het oog voor detail. Onze winnaar is Een eigen planeet, Frans Haks en het Groninger Museum van Erik Blom. Erik Blom. Van harte gefeliciteerd. Er komt ook nog een check aan, vrouwtje. Zou die kunnen aangeven? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, of ik weet niet of je het belangrijk vindt, maar... Dank je wel. Ja, Erik, eens even kijken. Wanneer ben je op het idee gekomen om deze film te gaan maken? Het idee is eigenlijk van Frank van der Linden geweest. Want die was bevriend met Frans Haks. En we wisten dat het nieuwe museum 25 jaar bestond. En we zijn met dat idee in de gang gegaan. En... toen hebben we een jaar lang eigenlijk in en om Groningen gefilmd. En vooral ook in het museum. En dat was eigenlijk een bijzonder avontuur. Ja. Want je zit hier elke dag. Maar ik ben ook echt heel erg verliefd op Groningen geraakt. Ik kom gewoon uit Amsterdam. Ik hoor het. Ik wou net zeggen. Ja, dus, Groninger Link, die film, die is duidelijk. Maar goed, ik ben nu weer hier en ik vind het hier heel fijn. En ik vond het echt fantastisch om deze film ook met de mensen van het museum en met... de Groningse crew te kunnen maken. Maar want dat is natuurlijk heel knap, hè? Wat de jury al zegt. Van je voelt Frans Haks heel erg in die documentaire, terwijl hij daar helemaal niet zoveel in zit. Hoe ver was jij bekend met hem? Ik heb Frans Haks wel een paar keer ontmoet, zo zijdelings bij andere televisieopnames. Ik ben eigenlijk wel een beetje verkikkerd om geraakt tijdens het maken van die film. Dat gebeurt er wel vaak als je een onderwerp te pakken hebt. Maar ik vond het zo'n aparte man. Ik denk ook dat het een enorme eikel is geweest ook. Ik bedoel, die verhalen hoor je ook. Maar uiteindelijk, ja, dat museum dat staat er. Dat gaat al jaren mee ook. Daar gebeuren hele bijzondere dingen. En ik vind gewoon dat hij toch degene is geweest die dat op de kaart heeft gezet. En dat kom je aan alle kanten kom je dat weer tegen. We zijn ook bij Mendini geweest in het atelier. Ja, anderen bij de vormgever, Swip Stolk, die alle affiches maakte. Ja, en iedereen zegt, ja, zonder Frans was het museum er niet gekomen. Nee. Wat ik niet wist, is dat er eigenlijk een soort mini-Frans Haks museum, nog Groningen Museum, in Amsterdam is, op de Raamgracht, meen ik, waar jullie gefilmd hebben. Zijn huis. Nou ja, dat... Ja. Ik moet ook met name... Hij ziet ook hier, dat Rob Dijkstra is van het informatiecentrum. Nou. Dankzij Rob ben ik ook in contact gekomen met die mensen van het Rijksmuseum. Want die hebben het in beheer gekregen. Dus je kunt er wel af en toe in. Ik vond ik weet niet precies hoe het zit. Volgens mij is het verkocht, maar het mag wel zo blijven zoals het is. Het is eigenlijk een soort mini Groningen museum. Nou, echt. Op de Wallen eigenlijk. Op de Wallen. Ja. En als je binnenkomt in de hal, dan zie je, dan zit er een groot lichtbad. Groot lichtbad. In de vloer. En daar lag, daar lag Frans dan altijd in naar opera's te kijken, naar wat ik hoorde. En Frank was bevriend met Frans. En Frans vond Frank ook leuker dan alleen maar een vriend. Dus die zou ik... Hey boy, ben je daar? Kom lekker bij me in bad zitten. Hij heeft dat nooit gedaan, maar goed, die badkuip, dat zegt genoeg. Mooie plek om je gasten te ontvangen, geval. Ik weet niet of je al een idee hebt voor het volgende project. Er zijn wel ideeën, maar ik wil hier graag nog een keer een film gaan maken. Ja. Dus ik hoop dat hij mijn portemonnee past deze. Ja. Okay. Goed. Ja, ontzettend bedankt. Ja. Te gek dat ik hem heb mogen maken, deze film. Fantastisch. Okay. En tot ziens dan, Erik Blom. Oké.
In 2001 werd in de Verenigde Staten het eerste 48-hour film project gehouden. Het is inmiddels een wereldwijd fenomeen waarin filmmakers de strijd met elkaar aangaan om binnen 48 uur de beste korte film te maken. Dit jaar bestaat de Leeuwarder editie van deze wedstrijd 8 jaar. This is the 48-hour film project. Create something everlasting in just 48 hours. Write, shoot, edit, and let your creativity flow. Do you have what it takes to make a movie in only 48 hours? En die Leeuwarder editie die wordt mede georganiseerd door Anton Felipa. Anton, welkom. Even een klapper. Ik ben enorm geïntrigeerd door deze wedstrijd, hoe moet je dat noemen. Ik dacht, van, hoe werkt het nou precies? Het werkt eigenlijk heel simpel. Je moet een film maken in 48 uur. Ja, oké, maar ik kan ook denken van, ik heb een film gemaakt, daar heb ik wat langer over gedaan. En dan doe ik alsof hij in 48 uur is gemaakt. Nee, dus... Het zit zo, je moet het in een weekend maken. Je hebt bij de kick-off worden een aantal elementen meegegeven. Je krijgt een vaste zin die in vaste zin, ja. Moet inzitten. Je krijgt een voorwerp die in je film moet zitten. En je krijgt een personage die in je film moet zitten. En los daarvan, daar ter plekke tijdens de kick-off, moeten alle teams dan een genre uit een klomp. In dit geval, normaal is het een hoed. Maar in Leeuwarden doen we dan gewoon een klomp. En dan mogen ze een Dus je weet ook niet eens wat het wordt. Het kan dus ook zijn dat je een documentaire... En dan moet dan die zin, daar moet dan die zin ook in zitten. Wat me alweer ingewikkelder lijkt. De personage en de voorwerp. En is dat ook, zijn die thema's zijn die ook wereldwijd hetzelfde? Nee, iedere stad ter wereld krijgt dan een andere. En dat mogen we zelf kiezen. Je mag... zelfs de deelnemers mogen ook kiezen. Je mag via de website een voorwerp, een personage en een zin insturen. En daar wordt van alles wat binnenkomt, kiezen ze dan iets die past volgens de headquarters aan de stad waar je in zit. Oh, dus de headquarters worden er wel nog bij betrokken. Want in hoeveel plekken wordt deze competitie georganiseerd? Meer plekken? Dan 130 steden ter wereld. En het is denk ik nog aan het groeien. Groeien, correct. Ik dacht wat... Heel even, nou, wat voor soort mensen doen hier nou aan mee? Dat vind ik, Iedereen mag meedoen en iedereen doet ook mee. Van studenten tot professionals doen hier aan mee. Ja, zijn er ook al films bekend van ik zeg echt professionals die, weet ik veel, internationaal iets hebben bereikt en die toch aan dit project meedoen? Er zijn een aantal. Sowieso als je meedoet en dat je naar de Filmpalooza, die toevallig dit jaar in Nederland plaatsvindt in Rotterdam. Dat is de algemene festival waar alle 48's bij elkaar komen. Ben je al internationaal bekend. Laten we dat zeggen. Maar er zijn meer Nederlandse professionals, ook bekende acteurs, die daaraan meedoen. Die dan die ook voor niks, want dat is ook een van de belangrijke punten van 48. Niemand die meedoet mag betaald worden. Het is alles vrijwillig. Ja, maar als die film nou toch, als die af is, wat dan? Wat gebeurt er dan eigenlijk mee? Het wordt vertoond natuurlijk tijdens we hebben verschillende screenings en dan ook een prijsuitreiking daarna. En de film blijft eigendom van de maker en dan kan je meedoen wat je wil. Okay, dus de ook... versie die wij hebben, dat gaat dan naar de internationale festival. En dan heb je kans om prijzen te winnen. En wat kan je dan winnen? Je kan in alle categorieën van acteur, van beste film, dus net als hier ook, kan je prijzen winnen. En dat houdt in ook een award en een geldprijs. Dus dat. Ja, maar het is ook een heel traject, dat vind ik wat leuk. Want je kan dus beginnen in Leeuwarden, maar voor hetzelfde geld ga je dan naar verder. En dan, waar is dat? Ik neem aan in de Verenigde Staten dan uiteindelijk. Ja, correct. Hartstikke leuk. Even kijken, want ik dacht, waar kun je je voor opgeven? Want ik zag wel die trailer, maar ik zag eigenlijk helemaal geen data. En hoe... De data voor dit jaar is 30, 31 oktober en 1 november. Dan ga je filmen. Met je klok. En vanaf augustus kan je inschrijven en dat kan gewoon via de website. En je kan ons gewoon volgen ook via social media, Instagram, Twitter en Facebook. Gewoon 48 Hour Leeuwarden. En daar communiceren we ook met de 48-community constant. Nou, nog heel even, want het is dus de 8e editie. Wat is jullie droom? Hoe willen jullie hiermee verder? In principe, een aantal van de kleine dromen die waren, is ook gelukt. In de 8 jaar dat we meedoen, is er zeker 6 keer
de film die hier in het noorden, in Leeuwarden, is gemaakt, in de prijzen gevallen, internationaal. Zo. Dus het is er één. Dat willen we ook nog niet. Een van de dromen is om de echt beste film. We hebben beste acteurs gehad, beste nummer 3. En ook in de top 10 gevallen. En ook naar Cannes gegaan met een aantal films die zijn gemaakt. Dus we willen nu de beste film van de hele wereld hebben. Oké, ja, dat vind ik een mooi streven. En ik vind het een ontzettend sympathiek project. Dank je wel dat je hier was om me toe te lichten. Anton Philippa. Dank je wel. Ja, een mooi initiatief voor talentvolle filmmakers. Niet verrassend dat we nu zijn aangeland bij de categorie voor filmmakers tussen de 16 en de 24 jaar. De Oog TV Talent Award. En de genomineerden voor de Oog TV Talent Award zijn... Ja, daar is hij. Het videopaleis van Julian Verkerk. Een videotheekmanager in de jaren 80 trekt zich steeds meer terug uit de snel ontwikkelende buitenwereld. En, bevalt het? Nou, hij staat er nog maar net een half uur. Wat heeft u doen besluiten om over te stappen naar de nieuwste techniek? Nou, het is natuurlijk heel belangrijk voor videotheek om voorop te lopen wat betreft de modernisering. Het is natuurlijk heel belangrijk om verbonden te blijven in dit tijdperk. Ja, en u bent niet bang dat u later vervangen wordt door het apparaat? Nou, dat lijkt me toch wel heel sterk. Ik maak nog even een foto van u. Dan staat het morgen in de krant. Tweeklank door Jouke van Til. Een verliefde jongeman probeert erachter te komen waarom zijn vriendin niks van zich laat horen. Leuk. Het was leuk. Ja, start de auto dan maar. Je bent 2 maanden weg geweest en het was leuk? Ja, wat wil je dan horen? Wat je hebt meegemaakt misschien? Ik ben moe. Meer minder door Jisse Dekkers, Maisie van Gelderop, Suzanne de Grijs en Hanna van Loon. Waarom willen mensen in een community leven? Hoe realiseren ze dit en brengt het ze meer geluk? Wordt uitgereikt door de directeur van Oog TV, Evert Jansen. Eerst het Videopaleis. Een origineel verhaal over een eigenaar van een videotheek die de moderne tijd van digitalisering niet aankan. Mooie art direction met veel aandacht voor het tijdsbeeld en detail, waarbinnen alles in stijl is doorgevoerd. Aantal creatieve regievondsten en een goed gevoel voor muzikale omlijsting. Alhoewel het verhaal bondiger verteld zou kunnen worden, vindt de jury, en ook het acteerniveau soms nog wat te wensen overlaat, blijft het toch een vermakelijk verhaal. Veel belovend talent waarvan de jury meent dat hij zijn filmmaken naar een hoger niveau kan brengen door nu meer de echte professionals in te gaan zetten. Dan Tweeklank. Een korte film over een liefde die te lijden heeft onder het vertrek naar verre orde van een van de twee die dicht op de huid is gefilmd. Er is duidelijk nagedacht over de cinematografie, verzorgd visueel camerawerk. Het goede acteerwerk van de hoofdrolspeler kan toch het onduidelijke scenario niet verbloemen. Het lijkt alsof er essentiële scènes missen, waardoor het verhaal toch niet duidelijk over het voetlicht komt. Dan meer minder. Een mooi en positief verhaal over twee bijzondere communities in Groningen en Spanje,
die de kijker hoopvol achterlaten. Een sterke montage waarbij de kijker meegenomen wordt in de leefwereld van bijzondere leefgemeenschappen. De makers weten de personages bijzondere uitspraken over het leven te ontlokken, alhoewel de vorm wel wat spannender had gemogen. Het is slim om twee soorten muziek voor de locatieduiding te gebruiken, maar had meer aandacht voor de audiomixage mogen zijn. En de winnaar, daar gaat het dan nu om, is het Videopaleis van Julian Verkerk. Wow. Ja. En deze, even voor de... Ja, kan je het nog vasthouden? Ja, gaat lukken. Ja, gaat lukken. En nog een beetje naar voren misschien in het licht. Dat worden ze helemaal, wordt hij helemaal blij. Stralend, want ja, wij hebben hier al eens gestaan. Ja, het is alsof we nooit zijn weg geweest. Nee. Zeg, moet ik hem even voor je overnemen? Ja. Krijg je zo weer terug, hoor. Ja. Van harte gefeliciteerd, als eerste. Is dit wat is voortgekomen uit de vorige keer dat je de prijs hebt gewonnen? Ja, zeker. Ja, eigenlijk de hele videotheek is gebouwd met het geld wat ik met de vorige prijs heb kunnen winnen. Dus het komt allemaal weer mooi rond. Zo. Ja, dat is toch gek. Ja, het is de vorige keer dat je won, was ook een film waar in de jaren 80 een prominente, 70, 80 prominente rol spelen. Nu weer, tot helemaal in detail inderdaad nagebouwd. Wat is jouw fascinatie voor dat tijdperk? Ja, gewoon sowieso, omdat het gewoon hartstikke mooi is. en omdat ik het een hele interessante visuele stijl vind, ook om te gebruiken. Niet zozeer vanuit een historisch ding, maar echt omdat vanwege de kleurpaletten en de vormgebruik, vind ik het een hele interessante stijlwereld en sfeerwereld om mee te spelen. En daar kan je ook wel hele geinige dingen mee doen. En heb je nog verdiept in de hoe de videotheken eruit zagen? Ja, zeker. Ja. En ik had vroeger een stervideotheek in het dorp zitten. En dat was ook altijd zo'n mystieke plek met vies tapijt en dan een beetje donker en zo. Dus die sfeer die daar al in zat, dat zijn al films op zich. Dus ik dacht, daar moet ik wel mee doen. Nou ja, en je hebt het zo ver uitgewerkt dat is de hoesjes van de videofilms, je had al kunnen kiezen voor, ik pak wat jaren 80 blockbusters die ik daar neerzet. Maar je hebt zelf films bedacht eigenlijk die daar te huur zijn. Ja, klopt. Ja, ik dacht, als ik het ga stileren, dan ga ik het ook gewoon helemaal over de top doen. Dus ik heb allemaal pornofilms gemaakt en covers, allemaal thrillers. Ik heb mijn eigen films ook gewoon in de videotheek gezet. Ja. Maar, waarom niet? Ja, en nu zegt hij, dat heb je natuurlijk niet allemaal in je eentje met elkaar zitten plakken, neem ik aan. Of wel? Ja, jawel. Nee, echt? Jezus. Ja. Ik wou zeggen, zoiets doe je niet alleen. Ja, dat doe je dus wel alleen. Nee, het is ook gewoon heel zen om midden in de nacht gewoon videocovers uit te knippen op je bed. Dat is hartstikke leuk, ja. Ja, jeetje, fantastisch. Nou, mee nog even één dingetje. Want in het juryrapport stond iets van dat je, een soort raad, als ik het goed heb begrepen, van als je nu het niveau talent wel een beetje ontgroeid bent misschien, en dat je nu aan de slag zou moeten met professionals om daar een hoger plan te tillen. Ben je meer een Einzelganger? Doe je het liever alleen? Of voel je er wel voor om een samenwerking op te zoeken? Lastig. Ja. Ja. Ja, ik meende net toen met dat plakken. Ja. Nee, binnen de scenario, vormgeving, regie, die drie die zijn zo één geworden, dat daar hou ik me helemaal tot. En dan de andere taken binnen het film, die besteed ik graag uit en werk ik graag samen met mensen die dat veel beter kunnen doen. Dus dat gaan we nu zeker naar een hoger plan trekken. Ja, al een idee voor een volgende mooie setting, jaren 80 setting voor een. Ja, nou, ik ben nu bezig met een voorstelling, daar gaat het in. Maar dat speelt zich zeker af in de jaren 70, 80 weer. Dus maak je maar niet druk. Nou goed, ik verheug me erop. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Heb je hem, dat is loodzwaar. Ja? Goed. Applaus voor de winnaar van de OogTV Talent Awards 2019. Julian Verkerk. We gaan het hebben over vrouw en film. Want volgende week wordt voor de 40ste keer het internationaal filmfestival Assen Vrouw en Film gehouden. Will you find me? Hope you find me. When the sun rises, when the sun. Thank you.
Mooi. En om deze feestelijke editie toe te lichten is hier artistiek leider en programmeur van IFA, Harriet Poelman. Harriet, welkom. Ik zag alweer heel veel mooie titels langskomen volgens mij in het festival van dit jaar. Maar laten we even beginnen met terugblikken, want 40 jaar, hoe is ooit en waarom dit festival ontstaan? Het festival is ooit in 1981, was de eerste editie. En het is ooit ontstaan eigenlijk vanuit educatief oogpunt. Een groep forming werksters uit Assen, die heeft het festival opgericht om de Assense vrouw te onderwijzen over haar beoogde rol in de samenleving. En deed dat middels film, veel documentaires ook. En het festival is in de loop der jaren gegroeid naar wat het nu is. In 2012 Internationaal Filmfestival Assen is het gaan heten. En dit jaar jubileum, 40 jaar. We blikken inderdaad terug op hoe het ooit begon. En ook wat de veranderingen waren in de 40 jaar. Ja, wat zijn dan de belangrijkste veranderingen? Want je geeft al aan hoe het ooit is begonnen. Vorming. Ik weet dan niet precies hoe ze moesten worden gevormd. Maar educatie stel ik me dan zo voor. Hoe is dat verder gegaan? De ontwikkeling van het festival. Ja. Eerst was er. De films hadden een heel duidelijk doel. Waren het middel eigenlijk om een doel te bereiken. En het is steeds meer verschoven naar aandacht voor film. Er zijn steeds meer internationale films bijgekomen. Gasten, ook uit het buitenland. Het is een professioneel driedaags filmfestival tegenwoordig. Maar nog wel met die vrouw in de hoofdrol? Ja, het thema is nog steeds. Vrouwen voor en achter de camera staan centraal. Okay. Is dat ook nog nodig? Nou, zolang er in de bioscoop zo weinig films in verhouding van vrouwelijke makers verschijnen, is dit festival zeker nodig. Het is verre van 50-50. Ja. Als je alleen al naar de Academy Awards kijkt, heeft één vrouw ooit een Oscar gewonnen voor beste regisseur. In de 72 jaar zijn 5 vrouwen genomineerd. Het gaat heel langzaam, maar dit festival hoopt daar een steentje aan bij te dragen. Maar kun je nou zien, want als je hebt een mooi beeld natuurlijk nu. Hè? Als je die 40 jaar bekijkt, kan je wel zien dat het verbetert. Ja. Doe, natuurlijk is het beter dan 40 jaar geleden, maar zit er nu ja, een soort... Ja, er zit absoluut een stijgende lijn in, ja. Zeg, als je kijkt naar het afgelopen decennium al, is het veel makkelijker geworden voor mij als programmeur. Ja. Dan voor de programmeur van 10 jaar geleden om films te vinden door vrouwelijke makers. Of met verhalen vanuit een vrouwelijk perspectief. Ja. Ja. Nou is 40 jaar, dat is een mijlpaal. Doen jullie ook speciale dingen om deze editie een beetje in het zonnetje te zetten? Ja, we kijken terug. We hebben een talkshow, 40 jaar vrouw en film. Maar dat is eigenlijk vrouw en beeld. Dus de beeldvorming in de 40 jaar, hoe die is veranderd. Van vrouwen, vrouwelijkheid, maar ook mannen en mannelijkheid. Ja. Wordt gemodereerd door programmamaker Gelinde Heijwegen. En er zijn een aantal gasten die aan de hand van beeldfragmenten iets komen vertellen. In gesprek gaan met elkaar. We hebben 4 jubileumfilms. Die worden ingeleid door 2 oud-programmeurs. COC Groningen en Drenthe. En Filmkrant Live. En zijn dat dan jubileumfilms omdat het uit het verleden, die ze hebben uitgekozen? Of zijn het films die dit jaar zijn uitgekozen? Het zijn films die ik in overleg met de 2 oud-programmeurs die ook een inleiding doen, heb uitgekozen. 1 film uit elk decennium dat het festival bestaat. Ja, precies. Aha, ja. Ja, en daarnaast hebben we een expositie. Die is de hele maand maart te zien in het Drents Archief. Een expositie over 40 jaar IFA. Met een tijdlijn in de Nieuwe Kolk, waar het festival plaatsvindt. Nou zag ik inderdaad al wat mooie dingen langskomen net in die trailer. Wat zijn films waar je je erg op verheugt? En waar je mensen hier allemaal mee naar het festival kunt lokken? Ja, nou, mijn doel was om iedereen keuzestress te geven op elk moment van het weekend. het is heel moeilijk kiezen. De openingsfilm ben ik heel blij mee, Antigone, Canadese Oscar-inzending. Maar Baby Teeth is echt een persoonlijke favoriet van Shannon Murphy. Die eindigde ook hoog op de publiekswaardering van het IFFR. Zeldzaam ontroerende film. Ik daag iedereen uit om met droge ogen de film uit te komen. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat laat je gewoon lekker gaan. Nee. Queen and Slim vind ik ook een ontzettend goede film. Ik zou zeggen, kijk op de website. We hebben meer dan 40 films. Okay. Dus het is een heel gevarieerd en heel actueel programma. Tot slot, waar is dit festival over 10 jaar? Want dan is het bestaat een halve eeuw. Dat is een mooie... Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat de programmeur tegen die tijd nog makkelijker heeft, als het goed is. We zitten nu op 2/3 films door een vrouwelijke maker. En de rest is met een vrouwelijk perspectief.
Ik zou dat nog wel wat willen opkrikken. Ja. En wat het festival betreft, doe er maar een dag bij, want dan kunnen er nog meer. Precies, dat lijkt me ook een mooie, Steven. Het IVA vindt plaats van 6 tot 8 maart in Assen. Dank je wel voor deze toelichting. Harriet Poelman, dank je wel. Ja, en we zijn dan weer aangekomen bij de laatste categorie van vanavond. En dat is de categorie fictie. En genomineerd in de categorie fictie zijn Blind Date van Camille Schouwenaar. Tijdens haar eerste date verbergt Bodien haar dikke bril. Dat had ze beter niet kunnen doen. Hi. Aandacht van Fabian van der Dussen en Hidde Kramer. Een onderzoek naar aandacht en de dynamiek tussen geluid en stilte. Hashtag Vader Jacob door Sander Blom. Wanneer Vader Jacob geconfronteerd wordt met de snel teruglopende interesse voor de kerk, besluit hij moderne technieken te gebruiken om zijn followers toch te bereiken. En jurylid Melker Hilman zal de winnaar van de categorie fictie bekendmaken. Ja, dankjewel. Ja, jullie zien hoe divers het aanbod is. En dat was voor ons ook best moeilijk, omdat het is natuurlijk fictiefilm. Dan denk je al gelijk aan drama. Maar we hebben sowieso animatie. Dat zijn echt 3 heel totaal verschillende films. Maar we hebben een winnaar kunnen vinden. Daar zit fictie, geloof ik, hè? Ja. Een stukje uit het juryrapport. Blind Date. Een knap gemaakte en mooi uitgevoerde animatie waarin een leuk verhaal met een mooie boodschap voor het voetlicht wordt gebracht. Een verrassende plotwending geeft de eenvoud een mooie twist. Deze goede edit is ritmisch sterk en bovendien is het compacte verhaal mooi verzorgd. De stemmen van de karakters leiden wat af, maar dat neemt niet weg dat het zich kan meten aan de grote Pixar-animaties. Aandacht. Een bijzondere videomontage die het eigenlijk verdiend had als video-installatie in een museum of op groot scherm achter een band getoond te worden. Zo nu en dan prachtige cinematografie die helaas niet altijd wordt ingelost. Al met al een gewaagd project die de kijker gefascineerd achterlaat. En als laatste Vader Jacob. Een grappige film, alhoewel de humor her en der te veel wordt aangezet. In opzet een goede slapstick, alhoewel het dan weer weinig aan de verbeelding overlaat. Er is mooi gebruik van licht gemaakt en ook de locatie spreekt tot de verbeelding. Het maakplezier bij deze productie is overduidelijk groot. En bovendien sluit de film af, ik wil het toch even speciaal noemen, met een originele aftiteling. En de winnaar van beste fictiefilm
is Blind Date van Camille Schouwenaar. Oh, oh, Wibbert, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Nou, neem jij die. Ja. Zo. Van harte. Ja, ja, nou, ik... Even kijken, dat vind jij nou weer fijn. Dan kunnen jullie even mooi... Ja, en misschien nog heel even met gefeliciteerd met wie we het genoegen hebben hier in deze... Bastien Hoijmeijer. Martin Vreemdeman. Ja, precies, Martin Vreemdeman. Gefeliciteerd. Ja. Ik dacht, een bijzonder onderwerp. Iemand die zijn bril niet op durft te zetten tijdens een blind date. Hoe komen jullie op zo'n onderwerp? Ja, daarom. Ja. Hij heet ook Bas, die man. Nee, dit is... Ik weet niet. We waren op zoek naar iets heel simpels. Om gewoon echt tot in de puntjes uit te werken, zeg maar. En het is een klein gegeventje wat je kan opblazen. Ja. En dat is het een beetje geweest. Maar waarvoor willen jullie dat dan maken? Want je zoekt naar iets. En wat is dan je doel? Waar wil je dan dat het wordt getoond? Wij willen gewoon mooie filmpjes maken. Jullie willen gewoon mooie filmpjes maken? Ja, dat is al jaren een probleem. Ja. Ja. Nou, is het, als je het hebt over Groningen film... dan denk ik dat hoe jullie dit doen... dat dit echt een ontzettend Gronings product is. Ja, heel erg. Ja. Ja. Hij is uitsluitend in Groningen gemaakt, zou ik zeggen. De regisseur kwam uit Utrecht trouwens. Oké. Maar met hoeveel mensen zijn jullie nou aan het werk en hoe lang? Want hij duurt denk ik een minuut of... Een minuut of twee. Twee minuut 15 om exact te zijn, want hij is gemaakt voor Ultrakort. Dat is een programma van het Filmfonds en Fonds 21, Pathé ook, bioscopen. Ja. En die mogen maximaal 2 minuten duren. En dan kunnen ze als voorfilmpje bij een blockbuster. En wordt hij daar ook al vertoond? Ja, hij heeft gedraaid bij Bas, help. iets met zombies. Oh ja, okay. Zombie Nation 2. Precies. Bij Zombie Nation 2? Oh, zoiets. Ja, oké. Okay, ja. Nou. Oh, damn. Maar ik dacht, dat ik vind het toch wel. Ik dacht als Groningen, zou je nou kunnen zeggen dat eigenlijk dat het een echte animatiestad aan het worden is? Ja, ja, iedereen moet hierheen komen. Ja. Iedereen moet hierheen komen en doorgaan. Tot slot, een mooie prijs natuurlijk weer. Ja. Wat is het volgende project? Ik heb er helemaal niet op gerekend. Oh, sorry, ik dacht je gevraagd is. Je stelt diezelfde vraag, wat gaan we met het geld doen? Ja. Dat weet ik niet. Maar dat vraag je wel? Ja, dat vraag ik. Oké, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, nee. Jij al een idee? Ik ben heel benieuwd wat daar te huur is eigenlijk. Normaal gesproken maken we geen gebruik van camera's en dat soort dingen. We hebben aan een computer voldoende, dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop eigenlijk dat ze een 360 graden camera hebben. Nou, wie weet. Daar zou ik nog wel een toepassing voor weten. Oké, heel goed. Nou ja, in ieder geval van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs. En de film, als hij hem nou niet in de bioscoop zit... ik neem aan dat je hem nog wel ergens kunt bekijken in zijn geheel. Nou, hij draait op het ogenblik in een festivalcircuit... waar hij eerst een rondje moet maken. Zeg dan pas maar. Mag hij... En pas daarna kan hij online. Oké, nou ja. We houden het in de gaten. Maar de trailer is wel te zien. Ja. En op Oog TV zag ik vandaag ook weer. En vanavond ook nog. Nou, heel goed. Oké. Dank jullie wel. En gefeliciteerd. Dank je wel. De winnaars van de beste Groninger film, Fictie... voor Blind Date, ja. Jullie mogen lekker aan de bol, iedereen hier zo meteen. Want we zijn aan het eind gekomen van deze prijsuitreiking... van Beste Groninger Film 2019. Ik wil alle gasten bedanken. Ik wil alle juryleden bedanken. En u hier in de zaal ook voor uw aandacht. Maak er een mooie avond van. En wie weet, tot volgend jaar.